1 op 4 medicatieschema's verandert in de week. Om dan die individuele medicatielevering te gaan uitvoeren op weekbasis of zelfs nog langer, dat is gewoon nog onhaalbaar. Van in het begin was onze keuze gemaakt voor de dagelijkse toelevering. We hebben een module eigenlijk ontwikkeld die eigenlijk simultaan kan draaien in mondzorgcentra en eigenlijk in de apotheken. Op die manier heb je talrijke voordelen eigenlijk. Dus wil je altijd één op één, kun je heel snel interageren, heb je alle wijzigingen. Je hebt een volledige controle over medicatie gebeuren. Het is ook enorm kostenbesparend naar je bewoners toe, naar het receive toe, mogelijkheid dat voorzien van stofname en noem maar op. Dus het grote voordeel van eigenlijk die dagelijkse toelevering, dat is dat het enorm tijdsbesparend is naar ons zorgcentrum. En eigenlijk draaien wij met 3 robots. En met 2 controlemachines. En dan daarnaast eigenlijk hebben we ook nog een robot die eigenlijk in staat is om op een heel snelle manier uw capsules te gaan maken. Heel snel, maar ook heel accuraat, heel exact eigenlijk afgevuld. Die heeft een output van ongeveer 30.000 gelulen eigenlijk per uur. In tegenstelling tot de klassieke geluliers in de apotheek die maximum output hebben van ongeveer 1000 capsules. Dus er worden stroken eigenlijk gemaakt per woonzorgcentra en eigenlijk worden die stroken al verfijnd gemaakt in die zin eigenlijk dat men niet zozeer gaan produceren per bewoner en dan vervolgens per tijdstip, maar dat we eigenlijk eerst per tijdstip en dan vervolgens per bewoner gaan produceren. Dus op die manier heb je eigenlijk rollen die gemaakt worden conform eigenlijk daadwerkelijke rolverdeling in de woonzorgcentra. Dat betekent we starten met de rol van 7 uur. Vervolgens gaan we naar kamer 1, kamer 2 en zo verder. Dan, vervolgens heb je dan eigenlijk een tijdstip van 10 uur, van 12 uur en zo verder. Na de productie eigenlijk wordt elke rol gecontroleerd door het fotocontrolesysteem. Als er daar dan een gebroken tabletje in zit of per ongeluk dat het systeem 2 tabletjes heeft doorlaten, maar dat heel, heel zeldzaam is, maar dan worden die bijgestuurd eigenlijk. En eens alles gecontroleerd is of voor de is vastgesteld eigenlijk, dan worden eigenlijk de rollen klaargelegd ter uitlevering naar de woonzorgcentra toe. Alles wat door de wetgeving kan en mag verpakt worden, dat wij eigenlijk in staat zijn van daar zeker 99% daadwerkelijk van te gaan verpakken. Dus we zitten eigenlijk met een maximale klaarzet al vanuit de apotheek naar de woonzorgcentra toe. En als je dat gaat vergelijken met een klaarzet die enkel en alleen gebaseerd is, dus op weekbasis, en dan enkel en alleen op de chronische, dan haal je amper 50-60%. Het is namelijk ook zo dat men bij de wijziging die men dat gewoon op mail zet, van kijk, bij die bewoner moet dat en dat gewijzigd worden. En dat wij binnen de 5 minuten het medicatieschema eigenlijk al correct zetten. Dus dat geeft een enorm tijdsbesparend effect en ook een meer zekerheidsgevoel op de werkvloer zelf. Wat daadwerkelijk moet worden toegediend aan de bewoner, mag je vanuit gaan dat het ook zo conform wordt afgevuld. En vervat zal zitten in enerzijds de medicatiezakjes of anderzijds via de medicatielabels. En dan natuurlijk qua foutenmarge van hetgeen wat dat dan daadwerkelijk in het zakje moet zitten, daar is die foutenmarge zo goed als niet heel. En dat heeft uiteraard te maken met een exacte voorbereiding.